Kijk, ik loop hier en ik kijk er recht naar. Dit ben ik. En ik kijk er recht naar. Vandaag wil ik eens proberen wat misschien wel super tof is. Ik wil een wapen uit een vendingmachine halen. De vorige keer heb ik een glitch gemaakt dat ik onder de grond ging. En toen keek ik in replay mode. En toen zag ik daar een vendingmachine zitten. Een vendingmachine met een blauwe minigun. Deze blauwe minigun die zat gewoon onder Salty Springs. Dus deze keer gaan wij Salty Springs. Gaan wij via daar proberen onder de grond te komen. En dan gaan wij op zoek naar die vendingmachine. En dan wil ik die blauwe minigun wil ik daar uitkrijgen. Dus we moeten hout verzamelen om die vendingmachine te laten werken. En daarna wil ik dus uit de grond komen. Met die vending machine, want je kan als je onder de grond zit ook weer boven de grond komen. Samen met iemand ga ik dit proberen. Dat is stukken makkelijker om resources te verzamelen. Met z'n tweeën natuurlijk, dan kom je minder snel tekort aan resources. Maar laten we snel beginnen en op naar Salty Springs. Oh, ik zie twee mensen bij jou daar. Twee mensen. Hoppakee, eentje is knocked. En de ander, die weet niet waar ik zit. Misschien hebben ze nog leuke resources voor ons. Dan kunnen wij daar ook nog eens leuke dingen mee doen. Want die hebben we natuurlijk wel nodig. Yes, nice. Hebben ze mooie resources nog? Ik hoop het zo. Ja, ik heb nu 700 ongeveer. Oké, nice. Goed, dan ga ik dat eventjes bouwen. Misschien kunnen we dat hier ergens doen. Hier moet dat toch wel te doen zijn. Als ze bijvoorbeeld hier erin willen. Zo. En dan zo. Hoppakee, dan moeten we er als het goed is gewoon zo erin komen. Nou, pak de shoppingcart en dan, dan wil ik het eigenlijk wel eerst even gewoon proberen. Kijken of dat lukt. Dit is natuurlijk een hele andere rots en ik weet niet of het ook bij deze lukt. En de cirkel komt er ook aan, dus dat wordt ook nog een naar ding. Want we zitten nou net wel binnen de cirkel. Oké, draai dat ding om en hij staat er wel tegenaan. Nee, hier lukt het niet bij. We moeten weg hier, We moeten een andere proberen, maar deze gaat het niet lukken. Ook hoor, in het huis. In het huis zitten mensen. Oh god. Oh god. Ik zag iemand bouwen. Nee! Nee! Not yet! Oké, waar ben je? Kom je naar beneden? Oh my god. Oh my god. Wat is dit toch, jongens? Het zit allemaal niet mee. De cirkel zit ook weer niet mee. Ja, dit is nog een hele uitdaging ook. Ik had het niet verwacht. Had ik echt niet verwacht dit. Maar goed, het komt vast wel goed. Oké, laten we het hier eens proberen. Bij deze dan. Gaat die er wel schuin tegenaan? Ik hoop dat het hier lukt. Misschien bij dit stukje hier. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet of dit een goed plekje is. Oh my god. Ja, oh, ik zat erin. Zag je dat? Ik zat even in de muur. Ja, ik zit er denk ik in. Ja, oh my god, ik ben gevallen. Er was niks gebouwd daar. Maar dan moeten we eerst Salty Springs hier overwinnen. Om, er zitten trouwens niet heel veel mensen. Ik zie één ander duo, that's all. Oké, dat is niet zo heel erg. Ik ga eventjes beneden de kelder looten. En dan moeten we gewoon eventjes dit overleven. Ik heb een blauwe tech ook al, super chill. Heb je al een shotgun of niet? Ja, ik heb een blauwe gun. Lekker. Oké. Dit moet wel lukken om eventjes deze stad voor ons te overwinnen. Hopen dat de cirkel nog goed valt. En dan kunnen wij heel makkelijk eigenlijk gewoon dat wapen hier binnen smokkelen. Maar terwijl wij dat doen moeten we ook heel veel resources nog even verzamelen. Heel veel steen en heel veel hout. Dat is het belangrijkste. Want we kunnen misschien dus daarmee die wapens in de echte wereld halen. Oh! Op het dak. Kijken. Ik heb hem. Dat is één. Ik wil nog een kistje pakken. Kijk, waar is zijn buddy? Die moet hier ook ergens zitten. Ik heb al een blauwe AR. Oh ja, daar is zijn buddy. Ik zie hem. En bom. Headshot, kom op. Ik heb hem bijna. Nice, jij hebt hem. Lekker man. Oké, hopelijk dat hij nog wat resources heeft. Ik heb er echt heel weinig. Dus ik moet flink hakken en dan kunnen we het gaan proberen. Ik heb hem misschien. Ja, bijna. Hij is bijna down. Ah, lekker, je hebt hem. Oké, twee duo's zijn al uitgeschakeld. Hadden zij misschien ook nog wat resources? Zo moet je dan bouwen natuurlijk. Ik heb hier al een video over gemaakt over hoe je dit eigenlijk moet bouwen. Zo. En dan hoop ik. We moeten minimaal 250 resources overhouden van hout. Die muur moet daar zo, ja. Heb je de ondergrond al gebouwd daar? Ja, ik heb hem gebouwd. Oké, dan plaats ik hier een trap. Spring. 3, 2. Oh, dat is ook goed. Prima. En dan gaan we eens proberen om eronder te komen. Kijken of het lukt. Ik heb nog genoeg resources om één dingetje te halen als het goed is. Let's. Oh my god, do this. Ik zit erin. Ik zit een beetje vast. Ja, ik zit erin. Oké, waar is nou eigenlijk dus die vending machine? Ik kan hem niet vinden. Hij moet hier ergens staan.
Waar is die? Hier ergens onder de grond. Moet hij zitten. Zie ik hem hier ergens? Misschien dat hij er ook niet altijd staat. Jawel, toch? Vending machines hebben een kans om te spannen. Oh my god. Oké, ik kan in ieder geval dit dingje plaatsen. Ik zie dat ding eruit komen. Ik heb een porrefort hier geplaatst, onder de grond. Maar dit is een testversie die hier onder de grond staat. En ik wil die gebruiken om wapens in de game te halen die helemaal niet bestaan. Ah, je bent er ook. Welkom, welkom, welkom. Ik kan hem niet vinden. Hij moet hier ergens staan, volgens mij. Misschien kan je hem alleen maar in replay mode zien, trouwens. Dat zou wel naar zijn. Ik ga zo even snel een replay mode dan kijken. Hij moet hier zijn, dat weet ik zeker. Hij is gewoon niet gespand. Oké, dan wil ik nog wel even een replay mode bekijken. Kijken of die daar misschien dan wel in zit. Het is ons dus weer gelukt om onder de grond te komen. Maar die vending machine die hier recht onder ons zat, die hebben we niet gezien. Die kan je dus blijkbaar alleen maar zien als je in spectator of een replay mode zit. Want hier, kijk, we lopen gewoon en we zien hem niet. We lopen er recht langs af. Maar deze kan je niet zien en hij beweegt ook niet. Ik wilde deze blauwe minigun wilde ik in de game krijgen. En ik weet dat hij niet in de game zit. Maar via deze manier zou het toch moeten lukken, zou je denken. Maar dit is de enige ook echt wat er in die vending machine zit. Dus die werkt niet, die is onzichtbaar voor als je speelt. En kijk, ik loop hier en ik kijk er recht naar. Die ben ik. En ik kijk er recht naar. Maar ik pak niks eruit. Kijk nog een keer. Maar hij zit er gewoon echt niet in de opname. Dit is zo raar. Dus hij zit echt alleen maar in replay mode. Ik wist niet dat dat kon, dat iets alleen maar in replay mode zat. Maar echt super sick, jongens. Helaas is dit dus niet gelukt.